recreatie-entertainer voor de animatiecompany ben je verantwoordelijk voor het doen van het knutselen, van theaters, van shows, van lekker dansen in de ochtend. We doen ook sport en spel of tochten zoals een mutrun of een spooktocht. Ook kun je werken met verschillende thema's en heb je minimaal één keer per week een grote highlight show. Dus dat kan een lichtjestocht zijn, maar ook een playback show. De volgende kwaliteiten zijn belangrijk om te hebben als entertainer. Zo moet je enthousiast zijn en actief, maar moet je ook gasten durven aanspreken. En natuurlijk een lekker feestje van kunnen maken. Het is fijn als je goed in teamverband kan werken, maar ook dat je zelfstandig kan functioneren. Ook ben je creatief en ben je sterk in het organiseren van activiteiten. De animatiecompany zorgt altijd voor een goede huisvesting en je krijgt een vergoeding afhankelijk van je leeftijd gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Maar daarnaast heb jij natuurlijk een fantastische en super leerzame ervaring. Ik ben Chiara en ik ben recreatie-entertainer voor de animatiecompany.